Goedemorgen beste vissers, welkom bij deze video. En in deze video gaan we het anders doen dan de video's die jullie van ons gewend zijn. Voor mij houdt in dat het een andere visserij van mij, mijn geliefde visserij, in beeld komt. Want de cameraman Wim en ik hebben besloten om mij op pad te sturen met mijn eigen camera. En om die beelden eens te bespreken tijdens een sessie wanneer het niet hard loopt. Nou, en vandaag gaat het echt niet hard lopen. We zitten in een dal van lage drukgebied. Ik heb dit water ook al daarbij al jarenlang niet bevist. En we zitten op een manier te vissen die mij heel erg geliefd is. Namelijk met de boilie en met de pellets en met vismeelvoer. In afwachting van een uitzonderlijke grote vis. En dat is toch wel een beetje de visserij die ik gemist heb. Maar het is niet zozeer een visserij die... Als je een cameraman mee hebt, dan voel je toch altijd de drang om je te bewijzen en een paar vissen te vangen. Maar dat is niet deze visserij. Dus vandaar dat we het anders gaan doen. Ik ben de afgelopen weken zelf met mijn camera op pad geweest. En die beelden die gaan we gaandeweg deze video eens bespreken. De keuzes die ik heb gemaakt, de strategie. Waarom maak ik die keuzes? Nou, al dat soort dingen die komen in deze video aan bod. En loop vandaag de top krom, dan hebben we mazzel, maar ik denk het niet. Nou, zo'n jaar of 10 geleden toen ik begon met deze visserij, toen was eigenlijk de boilievisserij, de zelfhakende systemen die ik gebruikte, die leverden behoorlijk veel uitzonderlijke grote witvissen op. Maar niet alleen die grote witvissen, ook regelmatig een karper en ook een grote zeelt. Naarmate de visserij vorderde kwam ik op een water terecht. Er was een water aan een rivier, een meer dat rechtstreeks in verbinding staat met een rivier. En ik had dan een voerplek gemaakt met gebroken mais, geweken, gekookte gebroken mais. Voerplek gemaakt en de volgende dag ben ik daar gaan vissen. En toen ik begon met vissen, toen startte ik ook op dat water met een boilie. Een kleine mini boilie op een zelfhakend systeem. Het is een water met een natuurlijk bestand, grote brasem aanwezig, voorden. En ik zag aan het aantal lijnzwemmers dat er ongelooflijk veel vis op de voerplek zich had verzameld. En ik eindigde de dag met een stuk of 7, 8 mooie vissen. Maar het stond niet in verhouding met het aantal lijnzwemmers wat ik kreeg. En die lijnzwemmers, dat is toch het stuur wat je hebt als vierde visser. Ik bedoel, je ziet heel veel activiteit van vis. En krijg je dan geen aanbeten die in verhouding staan op je lijnzwemmers. Ja, dan moet je iets anders doen. En ik begon mezelf achter de oren te krabben en toen kwam er een local die kwam naar me toe, een lokale visser die daar wel vaker viste. En hij had die dag ook een stuk of 8 brasems, maar hij viste met wormen, zonder voerplek. En hij vertelde mij van, ja maar Erwin, dit water is gewoon niet geschikt voor boilievisserij. Ik vang ze er nooit mee. Dus aan de ene kant hielp die voerplek, die hielp mijn vangsten toch vooruit. En toch was ik in staat om met de boilie vis te vangen. Maar in mijn achterhoofd stond het totaal niet in verhouding met de vis die ik verzameld had. Ik heb sterk nog een keer aangevoerd. Ik ben de volgende dag weer heen gegaan. Maar toen met de wormen. En ja, dat was eigenlijk een omslag, een belangrijke omslag in mijn visserij destijds. Want het was een wereld van verschil op dat water. Ik ving de ene brasem naar de andere. De korf die landde op de bodem. Soms kwam mijn haakaars met wormen eraan nog niet eens op de bodem terecht. En de top liep alweer krom. Heel erg effectief. Van tevoren een voerplek maken en dan bevissen met wormen. En ik ben daarin blijven hangen. In die visserij met die wormen. Met die kaarsters en met die maden. Met het natuurlijke, attractieve aas. En de boilievisserij kwam naar de achtergrond. En als ik zo terugkijk op de laatste jaren waarin ik dat natuurlijk aas heb gebruikt. Er is één belangrijk onderdeel wat daarin ontbreekt. En dat zijn die uitzonderlijke grote vissen. Ik heb de afgelopen jaren eigenlijk geen karpen gevangen. Geen uitzonderlijke grote brasems. Als je het mij vraagt, ligt dat gewoon aan de visserij. Die nerveuze visserij die je met dat natuurlijk aas uitoefent. En met die nerveuze visserij bedoel ik eigenlijk het herhaaldelijk inwerpen, het bijbrengen van aas.
Je kunt je hengel niet een half uur laten liggen met een worm eraan. Die wordt aangevreten. Je vangt af en toe een baars, een voorn. Er ontstaat rumoer op de plek. En dat is gewoon een heel belangrijk onderdeel in mijn visserij. Om rust te bewaren op die stek. En ik neem jullie mee naar een visserij op een zandafgraving. Waar dat voorbeeld heel mooi in beeld komt. Ik start die sessie met wormen op een voerplek. Ik vang een aantal baarzen, ik vang voren. Ik ben weer nerveus bezig, korte intervals. En die vissen op dat specifieke water, die grote vissen, die zijn daar rust nodig. En het was een wereld van verschil toen ik daar de boilie onderlijn in zette. En dit is dan die dag dat ik een voerplek heb gemaakt met gebroken mais. Ik heb in de midden die plas aangevoerd en die plas is ongeveer een hectare of 4-5. Kraak en kraakhelder water. En super druk bevist door karpenvissers. En er zwemt een hele mooie populatie. Brasem zwemt hier, grote vissen. Maar die ook heel erg nerveus zijn ook. En ja, dit is precies het type water, helder, tot een meter of 4 diep. En ja, op die diepte zie je ook heel goed dat er een voerkorf voor je neer, stel dat je een vis bent, dat er een voerkorf naast je neer dondert. En als je daarvan schrikt, dan schrikt de rest van de school, die zwemt dan ook van de voerplek mee. Dus dit is typisch zo'n water waar rust op de plek essentieel is. Nou, ik zit hier heerlijk met een mooi zuidwestenwindje, perfecte omstandigheden, je ziet het. Hier vang ik dan een baars. Nou ja, dan moet je weer opnieuw inwerpen. En de worp daarna was ook weer een baars, een voorn. En zo hou je die rumoer op de plek. En zelfs op een voerplek, ja, gebeurt het dan niet. Deze hengel die ligt naast de voerplek. En dit is dan echt een hengel met de boilie montage die gewoon naast de voerplek ligt, waar rust is. En ja, na anderhalf uur vissen gaat de top krom en vang ik op die manier de eerste brasem. Terwijl er op de voerplek zelf met die wormen eigenlijk niks gebeurt. Maar dit was dus de eerste vis op de boilie en naast de voerplek. En die voerplek die maak ik dus met gebroken mais, met de sporthengel, een avond van tevoren. En ik voer dan vrij compact, zodat ik precies weet waar mijn voerplek is en dat ik in staat ben om precies op de voerplek te vissen of ernaast. En de eerste brasem is hier een feit. En gelijk al een beste lap. Totaal niet meer verwacht. Maar het zonnetje begint mooi te schijnen. En dit is de tweede aanbeet. Ik heb wel meerdere aanbeten gehad, maar een paar baarzen gevangen op de wormen. En dit is de tweede vis op een boilie. En ik zit weer met wormen te vissen. Te knippen en te doen met die wormen en alleen maar baars. En dit is toch echt een water van inwerpen en liggen laten. De plek gewoon niet te veel verstoren en eigenlijk alleen maar bij een aanbeet. En dan komt de boilievisserij hier echt om de hoek kijken. Dat is echt de betere tactiek op dit water. Elke keer zo'n baars van de stek afvangen, ook niet gunstig. Je moet weer opnieuw inwerpen. Daalt weer een voerkorf naar de bodem. En dat veroorzaakt allemaal stress. En die vissen die weten gewoon dat jij er bent. En hier zijn die vissen gewoon rust nodig op de plek. En dit zijn gewoon bizar dikke brasems hier. Gewoon echt een massieve vis dit. Oh, wat een beer. Boe. Ja, die moet je met twee handen uit water tillen gewoon. Dat is bizar. En dat is mooi van dit soort wateren waar er veel karpenvissers zitten. Er wordt stevig gevoerd hier en ook die brasems groeien erop.
Deze gaat richting, deze is over de 4 kilo. Ja, dat is waar het om draait eigenlijk. Hè? Gewoon die rust op de plek creëren, die worm aan de kant te leggen. En dan gewoon heel erg passief eigenlijk met aas wat minder attractief is. Want ja, die wormen en die kaarsers, dat is super attractief aas. Maar alle witvissen, ja, die snoepen daarvan mee en die haak je dus ook. En je moet gewoon kortere intervals maken om, om je haakaas optimaal te houden. Hè. Zo'n worm wordt aangevreten. En als je met een 10 mm boilie vist of gewoon überhaupt al met een boilie, ja, vang je gewoon minder witvis. Eigenlijk schakel je die uit en vis je echt puur op die brasem. En ik kreeg hier om de 3 kwartier pas een aanbeet. Wat een dikke brasem zie je. En dat houdt wel in dat je dus hele lange intervals hebt. 3 kwartier wachten op een vis. Best wel traag, maar het zijn wel hele mooie vissen. En ik weet zeker, als ik zo'n dag ga doorgevist met de wormen, ja, dan vang je ze gewoon niet. Niet op dit water. Nou, in die boilievisserij met die zelfhakende systemen op dat soort watertjes vind ik het eigenlijk belangrijk dat je dus van tevoren je voerbuffer maakt en niet tijdens het vissen. Wat je bij de meeste feedervissers ziet doen, gedurende de visdag brengen ze continu die kleine beetjes voer bij. Nou ja, in mijn beleving brengt dat op die moeilijke wateren waar je dus echt vis voor die grote vissen, dat brengt te veel onrust. En dan kan je beter 1 keer die onrust maken door middel van 1 keer dat voer erop en dan met rust laten. En desnoods met een loodje eroverheen vissen of met een heel klein korfje wat voor gewicht zorgt om je werpafstand te halen. Maar wat ik dus vaak doe is een avond van tevoren een voerplek maken of zoals hier. Gewoon 's ochtends vroeg plek uitpeilen, goed stevig aanzetten en dan de hele dag niet weer. En wachten totdat die vis erop komt. En dat kan soms lang duren. Maar als die vis erop komt, dan hebben ze de rust. Dan pakken ze je aas vol vertrouwen. En dan haak je ze ook. En op het moment dat je ze haakt, zeker op die zandafgravingen waar die vissen gewoon de klappen van de zweep kennen. Een gehaakte vis telt vaak voor 10. En zeker wanneer je hem op de plek gaat uitdrillen. Die vissen die er rondom zwemmen, die hebben dat precies in de gaten. Van hey, een van mijn soortgenoten vertoont afwijkend gedrag. Dit klopt niet, wegwezen. Wat ik doe als ik een brasem haak, of een vis haak überhaupt, pak de hengel op en ik laat hem gewoon heel kalm van de plek afzwemmen. En met die zelfhakende technieken, je hoeft die haak niet meer in die bek te slaan. Die vis die zit gewoon gehaakt, die zwemt zich vast op die top. Het gewicht van de voerkorf of van het loodje is voldoende om die haak goed in die bek te zetten. En laat die vis maar mooi langzaamaan van die plek afzwemmen. Lukt niet altijd, maar het is beter om zoiets te doen dan die vis vol op die plek uitdrillen en maar naar je toe te pompen. Gewoon de tijd nemen. Je vist op deze manier op grote vissen. Je moet anders denken en alles moet ook in slow motion. Dit is by far mijn favoriete montage in het moderne witvissen met zelfhakende technieken. Het is een soort van helikoptersysteem wat eigenlijk in de karpenvisserij heel gebruikelijk is. Ik heb een klein kort onderlijntje tussen 2 stuitjes vast. Het is gewoon een onderlijntje van 1 cm of 12 cm met een boilie eraan. Daar hangt een PVA zakje met vismeel, gewoon om een goed sterk signaal van vismeel in het water te krijgen. Grotere vissen die zijn echt gek op vismeel. En vismeel is eigenlijk niet attractief voor kleine vis. Wanneer ik het in mijn vijver gooi achter thuis, ja, vismeel zijn ze niet zo dol op. Als ik de broodkruimels in gooi, ja, die worden meteen weggevreten. En ja, ik heb in de reken dat vismeel, sommige wateren, is vismeel gewoon het best om te gebruiken voor die grote vis. En ik werp hem ook gewoon zo in.
Het ziet er misschien wat vreemd uit. Maar ja, je hoeft toch niet zo heel erg veel inworpen te maken. We vangen vandaag echt geen 100 kilo vis. Wanneer ik op zo'n dag ja, 4-5 keer inwerp zonder naambeet, dan is het al veel. Nou ja, en vanzelfsprekend, bij iedere vis werp je weer opnieuw in. Maar ja, dan gaat het op deze manier. Hoppa! Nou, toch nog een mooie vis. Mooi voorin de bek gehaakt. Gewoon een mooie brasem. Niet de allergrootste. Maar op zo'n moeilijk dagje als vandaag, wanneer het echt niet vlot loopt, toch wel weer welkom. Nou ja, dit is een manier van vissen, redelijk weinig actie tijdens het vissen. De voorbereiding, dat is echt alles. Voerplek maken. En wanneer je dus ook zo'n voerplek maakt, ja, dan trek je ook heel ander kaliber vissen trek je over de streep. Zeker wanneer je een avond van tevoren een voerplek maakt. Dat voer ligt 's nachts eigenlijk te vissen voor jou. En 's nachts komen die grote vissen over die drempel heen, die gaan ook azen. Het mooiste is dat je het zo uit kunt figureren wanneer jij 's ochtends aankomt, dat die grote vissen nog aan het azen zijn. Het enige wat je hoeft te doen is je hengeltje ertussen te werpen. Je hoeft dan die plek niet meer aan te voeren en dan alleen maar die grote vissen wegvangen. Nou, dat lukt natuurlijk niet altijd. Zeker in slechte weersomstandigheden, dan is dat niet de visserij die echt optimaal is. Dan moet je wel heel veel geduld hebben, nou dat heb ik ook niet. Ja, ik ben toch wel een man die vist op het weerbericht, zeg maar. En vooral op watertemperatuur, luchtdruk, windrichting, maanstanden. Zolang als ik vis, weet ik ongeveer van oké, met dit weer is het op dat water totaal niet los. Het afgelopen najaar heb ik me dus gericht op die grotere vissen. Maar een aantal keer was het weer zo slecht. Windstil, dichte mist. Ja, dan kun je wel op die moeilijke wateren gaan vissen, maar dan weet je gewoon van tevoren dat je geen actie krijgt. En dan besluit ik op zo'n moment toch alweer met de wormen en de maden op wat ja, makkelijker wateren te vissen. Daar gaan we nu even naar kijken. Nou, je ziet het hier al, het grote Eemskanaal vlakbij Groningen, stad Groningen. Flink veel boten erdoor en dit is in een periode, ja, waarin het water sterk afkoelt. Je ziet het een en al mist. En dit zijn echt van die omstandigheden dat de vis gewoon totaal niet los is. En dan vind ik het heel erg plezierig om ja, tijdens dat soort omstandigheden toch een paar keer beet te krijgen. Ja, en dan met de wormen en met de kaasters en een beetje lokvoer, wat brasems vangen. Dat is helemaal perfect dan. Wanneer ik tijdens dit soort omstandigheden op een moeilijk water ga vissen, achter die hele grote uitzonderlijke vissen aan, dan weet ik gewoon, ja, ik krijg geen beet. En op die manier probeer ik dus een beetje mijn visserij wat te variëren. Mooie brasem hier ook. Flink veel boten erdoor daar. Op zich heeft dat ook alweer wat. De plek is een meter of 4,5 diep. Nou, dit formaat brasem vang je daar veel. Nou, en dan is het wel gewoon fijn als je tijdens zo'n dag naar huis gaat met een paar vissen. Die dan je dag redden eigenlijk. Nou, dit is dan, dit was van vorige week. Kraakhelder weer. Koude, koele wind. En ik zit hier vlakbij een waterzuivering die toch iets warmer water het kanaal in pompt. In de hoop dat daar wat grotere vissen zich hebben verzameld. Maar dat was niet het geval. Ik ving me helemaal wezenloos in de kleine vorentjes. Goed, dan krijg je wel heel veel beet. Maar ja, absoluut geen grote vis. Maar dit is ook typisch zo'n dag. Allemaal van die kleine vorentjes. Volop actie.
Maar dit is ook typisch zo'n dag als ik met dit soort weersomstandigheden ook al op een moeilijk water ga vissen. Ja, dus vragen om een blank, dat je een blank, dat je niks vangt. Nou, de wateren die ik bevis, dat zijn meestal toch wel de wateren die door karpenvissers veel worden bevist. Zeker met deze manier van vissen, hè, met die boilie methodes. Ja, zijn die zwaar beviste karpenwateren, ja, die vind ik machtig interessant. Want daar zwemmen toch net even die XXL witvissen ook rond. Afgelopen najaar ben ik dus ook weer op zoek geweest om wat nieuwe wateren te leren kennen. En dat doe ik eigenlijk op de volgende manier. Ik pak een, ik maak voer klaar. Dat is weer die gebroken mais die ik dan vervolgens in de week zet en kook. Vrij goedkoop voer, maar daarmee kun je dus heel mooi en goedkoop voerplekken maken. Ja, ik ga een dag op pad, peil die wateren uit, ik noteer die waterdieptes, ik zoek mooie uitlopers, mooie riggels, mooie glooiingen. Die voer ik dan aan. En zo had ik een paar weken geleden, heb ik dus 4 stekken aangevoerd. En het plan was om eigenlijk al die 4 stekken in 1 dag te bevissen. Gewoon om eens te kijken van wat gebeurt er op dat water. Wat vang ik nou qua formaat? Valt dat tegen of is het uitzonderlijk groot? Soms heb je er van die wateren bij, daar verwacht je heel veel van. Er wordt ook heel veel gevist en gevoerd. Heel laag witvisbestand, dus daar moeten dan wel grote brasems op zwemmen. Maar je weet eigenlijk niet of het ook daadwerkelijk zo is. En dat zijn echt van die watertjes, ja, die wil ik even aan de tand voelen. En we gaan even kijken hoe ik dat doe, hoe ik die 4 stekken heb bevist. Want dat gaat op een hele eenvoudige manier. Nou, dit is dan de eerste stek die ik ga bevissen. Bevis ik dus ook echt 4 plekken. Dus verkassen, dat staat hoog in het vaandel. En dan is het ook zaak om zo min mogelijk materiaal mee te nemen. En wat ik al eerder in deze video zei, ja, je hoeft eigenlijk de stek niet meer aan te voeren als je aankomt. Dat heb ik die avond van tevoren al gedaan. Dus het enige wat ik doe, is gewoon heel sneaky PVA zakje. Dat is een wateroplosbaar materiaal. Dat lost binnen enkele seconden lost dat op. Dat ligt dan mooi om je haakaars heen. En dan gewoon met 2 hengeltjes montage eraan, PVA zakje met wat voer. En ik heb de lijnen hier al geklipt, dat heb ik thuis allemaal al gedaan. Precies op de voerafstand, dat heb ik allemaal genoteerd. En dan zie je me hier in het donker, zie je me al inwerpen. Ja, en dit is zo'n water waarvan ik verwachtte dat er hele grote brasems zouden zwemmen, grote witvis. Er wordt knetterveel gevist door die karpenvissers. Die gooien er ook regelmatig voer in. Het is moeilijk, het is kraakhelder, het is windstil, ondiep. En ik leg gewoon 2 hengeltjes in het gras. Het is een zelfhakend systeem, dus die beet die zie je wel. En dan maar wachten. En een hele tijd lang, ja, gebeurt er gewoon niks. Geen lijnzwemmer. En dan toch in één keer loopt een top krom. En dan komt het spannende moment. Wat hangt eraan? En ik dacht eerst dat het een zeelt was. Maar ook op dit water heb je heel veel waterplanten. Dit is heel voedselrijk water ook, veel mosseltjes. Dus echt zo'n water waar je grote vis kunt verwachten. Hier weet ik eigenlijk, op dit moment weet ik eigenlijk al genoeg. Door dit water gaat gewoon een streep heen, want het is gewoon een vis van, ja, 2 kilo. Eigenlijk had ik hier een vis moeten vangen van 1,4 of 1,5 kilo. Hierna ving ik nog een vis op de linkerhengel. Dat was hetzelfde formaat vis, streep door dat water. Hartstikke leuk om een paar brasems te vangen. Maar voor volgend seizoen staan echt die grote witvissen bij mij op de agenda. Ik heb die andere wateren ook bevist. Nou, dat zien we volgend jaar wel, want de camera die gaat dan mee. Maar ik ben wel ergens achter gekomen en dat gaan we dan volgend jaar wel eens zien. Maar dit is dan een manier om je seizoen te bepalen. Voor 2023 heb ik in 1 dag eigenlijk al een aantal watertjes bevist, waarvan ik nu al weet van dit wordt interessant. En straks in het voorjaar hoef ik dat niet meer uit te zoeken. Ik kan spot on vissen, ik weet de plekken, ik weet wat er zwemt en ik kan me puur focussen op die grote vissen. En dat is wat er volgend jaar gaat gebeuren. Hopelijk.
Nou, ik heb mijn messen geslepen voor seizoen 2023. Ik heb goede plannen. Ik hoop dat jullie die ook hebben. Heb je vragen over mijn visserij of anders, laat ze even achter in deze comments. Liever niet via PB, want ik krijg heel vaak dezelfde vragen. Als je een vraag hebt, laat hem gewoon hier even onder in de comments achterwege. Dan hebben de anderen er ook nog misschien wat aan. En dan probeer ik je vraag te beantwoorden. Ik bedank jullie heel erg voor het kijken en graag tot de volgende. Vang ze!